Godonna. 5 minuten hier nou al. Zo, we gaan even lekker met de ponies grazen, want daar is best wel veel schaduw. Super, wat mooi. Goed zo. Dankjewel. Goed zo. De hele tribune zat vol. En Diablo, vind je het ook nog leuk? Zeker. Ja? Ja. Meen je het? Goedemorgen allemaal. Maar de klikker die ligt al thuis. Dus die wij zijn op Horse Event en het is vandaag zaterdag. En we zijn officieel begonnen. Maar we gaan nog even snel naar de ponies of de laatste dingetjes uit de auto halen. En dan ga ik jullie dadelijk de stand laten zien. Achter mij zien jullie de recreatiepiste. En Daphne is daar nu bezig met... Noah, superleuk. Dus we gaan even naar de ponies en dan ga ik jullie vandaag gezellig meenemen. Kijk eens bij de ponies. Goedemorgen, Diablo. Goedemorgen, Boots. Ze zijn de nacht goed doorgekomen. Ik heb het idee dat Diablo wel een beetje moe is, maar paarden staan in ieder geval, nou ja, ponies staan er super rustig bij. En ja, gewoon eigenlijk heel relaxed, hè? Ja, volgens mij vindt het wel gezellig, Diablo. En Diablo, ik dacht dus elke keer van, oh, dus Diablo's eerste keer horse event. Maar Diablo is hier natuurlijk al een keer geweest toen hij nog een veulen was met Donna voor de Best Horse Award. Maar dat was er maar heel eventjes. Dat was hier maar een paar uur. Ja, goed, ik ga je ook voelen. Dus ponietjes staan er in ieder geval goed bij. Ik zie dat ze het hooi alweer op hebben en alles lekker door de stal hebben vertrapt. Dus we gaan ze even hooi bijgeven en dan gaan we even wat eten en mijn show is vandaag om 10 voor 1, dus ik heb nog even lekker de tijd. Gaan we ze zo wel eventjes wassen, want Diablo is wel een klein beetje vies. Ja, een klein beetje vies. Ik heb net even een stukje met de ponies gelopen, want ik vind het wel belangrijk dat ze er wel uitkomen, want ze staan hier natuurlijk wel de hele tijd op stal. Dus wandelingen, in ieder geval beweging, vind ik heel erg belangrijk. Ik heb voor de rest ook nog niks gezien van de horse event binnenin. Eigenlijk alleen de eigen stand. Dus ik ga deze twee kleinere draakjes even naar de stal brengen. En dan ga ik jullie gezellig meenemen. Of de ponies mij. We hebben hier zo de stand van Go Social. En dit is helemaal nieuw dit jaar. Ja, dit is nu helemaal overdekt. En dan is dit denk ik de sportpiste. Ziet er wel heel mooi uit zo. En het is ook nog helemaal mistig. Het is ook volgens mij pas een uurtje of 9 of 10. Dus dit is zo heel erg mooi dat dit nu zo binnen is dit jaar. De eerste aankoop is gedaan en ik kon echt niet kiezen tussen de kleurtjes. Maar ik ben eruit gekomen en ik ga jullie dadelijk even laten zien welke het is. En het is van dit merk. Echt super, super leuk al deze kleurtjes. Ik heb iets gekocht wat ik jullie net al heb laten zien. En ik wil mijn vaders reactie filmen. Ben ik klaar voor pap? Wat is dit dan? Nee, kijk, dat zijn kaartjes. Kijk, ik wil even zo jouw reactie filmen. Oh my god. Kom eens iets hier naartoe, want je bent voor Donna. Kijk, en deze voor binnen toe. Die is wel leuk, hè? Mooi. Je meent het niet, hè? Deze is toch wel leuk, Ibiza stijl? Jawel. Jawel, hè? Dus 5 minuten hier nou al... Leuk. Oeps. Maar is wel leuk voor even. Deze is dan zijn we toegekomen aan de volgende. En dat is de Koninklijke Vereniging het Nederlandse Trekpaard en de Handlinger. Zo, ik heb nu bijna show met de ponies. Dus ik heb eventjes spulletjes, de laatste spullen uit de trailer gehaald. Nu leg ik de laatste dingetjes weer eventjes terug in de auto. En het begint echt... En het begint echt al wel warm te worden. Dus ik vind het helemaal niet erg dat mijn show redelijk vroeg is, om 12 uur. Want kan ik de ponies daarna ook gewoon lekker afspoelen. Dus ik ga jullie gezellig meenemen. Ik ben heel erg benieuwd. Ik ben ook wel benieuwd of het druk wordt. Want het is natuurlijk best wel warm, want daar achter mij, daar zo, ja, jullie zien daar de tribunes, is de showpiste. Mijn auto op slot ook wel handig mee kan. Dus ik ben heel erg benieuwd. Klein schatje. Kijk, dit is echt mijn
Live shaven voor Diablo, want Diablo die is natuurlijk helemaal wit aan één kant. Nou, eigenlijk aan allebei de kanten. En Diablo heeft allemaal vieze mesvlekken. En als ik hem nu helemaal ga wassen, dan is die net niet meer op tijd droog. Dus ik ga dit eventjes proberen. We hebben dit al voor de stal neergemaakt. En dan gaan we jullie eens even klaarmaken, want jullie mogen ze even show geven. Nou, we gaan even lekker met de ponies grazen, want daar is best wel veel schaduw. Voordat ze de show moeten, kunnen ze eventjes even de benen strekken. Eventjes lekker grasjes eten. Dat is wel fijn, dat ze in ieder geval hier even een stukje lekker zo naar buiten kunnen onder de bomen. Diabby, brave jongen. Dom Diablo meegenomen. En Diablo die is hier één keer eerder geweest. Volgens mij was dat in 2019. Voor de Best Horse Award. Dus dit is zijn tweede keer op horse event. En Diablo die is inmiddels 4 jaar. Sommigen van jullie zullen misschien nog wel herkennen als het kleine veulentje. En ja, we gaan gewoon eens beginnen met de demonstratie vrijheidsrassier. En daarbij is het wel belangrijk dat als ik het aangeef dat hij terug moet komen, dat hij ook echt daadwerkelijk terugkomt. Maar dat is gewoon eventjes om jullie te laten zien hoeveel invloed houding op een pony of paard heeft. Ja, ja, even lekker de energie eruit, hè jongen. Oh, we zien nu. Roep ik hem weer terug. En het is belangrijk dat je ze dan natuurlijk ook altijd beloont. Been. Oh, wat goed. Dat is heel enthousiast. Been. Heel mooi. Maar dit is puur ter verlenging van mijn arm. Kijk, zo'n kleintje zou je denken kan niet zo kwaad. Nou, als die hoeven je raken, dat voel je ook wel, kan ik je vertellen. Maar het is gewoon ter verlenging van je arm, dat ze je niet raken. Oh, heel goed. Ja, goed zo. Gaan we even iets opzij. Oh. Boetsie gaat zijn eigen oefeningen verzinnen. De Spaanse galop. Dit is Boetsie ook een hele leuke oefening. Het is eigenlijk een soort galop, maar dan iets verhoogd. Goed zo. Heel mooi. Ik zeg altijd wel heel duidelijk bij, bouw het wel rustig op. De spagaat, dat is eigenlijk de plasstand van een ruin. Want als je het in één keer te veel doet, ja, dat is natuurlijk ook niet goed. Dus begin altijd wel klein. Goed, spagaat. En vanuit die spagaat kan je weer andere oefeningen doen, zoals bijvoorbeeld het knielen, omdat ze dan gewoon net iets meer ruimte hebben. Goed, kom, je bent kort. Ja, goed zo. Kom maar knielen, dat kan jij. Maak hem af, kom op, maak hem af. Ja, goed zo. Stemcommando hebben wat niet altijd alledaags voorkomt. Dus ik zeg zelf altijd, goed, let op. Je ziet het al aan zijn houding, hij weet dat er iets gaat komen. En zeg, goed, let op, sta op. Kom. Super, wat mooi. Goed zo. Dankjewel. Goed zo. Ja, dat is voor jou, Boets. Ja, dat is voor jou. Aanleert en beloont dat je pony het ook meteen weet. Voor het bokken doe ik altijd eerst even een keer stijgeren. Kom. Ja, ja, ja. Heel mooi. Kom, sta op. Even er een beetje inkomen. Super. En ik ga hem uiteraard niet slaan met de zweep. Maar eens eventjes de zweep verplaatsen naar achter. Boetsie, kom. Let op. Bok, bok. Wil je het laten zien? Kom maar, kom. Bok, bok. Even opletten. Ja, kom iets meer. Hij moet altijd een beetje inkomen. Kom. Bok, bok. Ja, kom op. Eten. Mooi. Goed zo. Heel goed, jongen. Super. Goed zo. Doe maar. Down. 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 Gaat mijn waswerk. Down. Ja, super. Heel goed. Heel goed. Super goed van jou. Super goed. Heel goed. Ik ga ook meteen voorbij zeggen, bij Diablo heb ik het touw iets korter. Dat doe ik gewoon. Stel hij is een keer heel enthousiast en zou zijn evenwicht verliezen, dan kan ik hem altijd daarin begrenzen. Dus vandaar dat jullie zien dat ik Diablo iets meer aan het halse touw heb. Diablootje, kom maar, let op. Sta op, ja. Kijk, je ziet hem denken. Kom. Sta op. Ja, dat is heel mooi. Ik ga kijken of hij iets meer kan. Kom. Sta op. Kom, iets meer. Kom. Wauw, wat mooi. En dankjewel. En dit is gewoon heel erg leuk om te zien dat je zoveel verschil hebt. Heel goed. Kijk eens, schat. Goed van jou. Super. En kriebelen, dat is echt geheime code. Want dan blijven ze liggen. Super goed van jou, schat. Oh, en met zoveel mensen ga jij gewoon liggen. Dat is goed. Oh, ben je op schoot? Ben je op schoot, Jaapje? Goed hoor. Nou, dit is dus wel echt een superleuk voorbeeld van wat ik net aan jullie aan het vertellen was. Super schat. Heel goed. Oh, wil je rollen? Ga maar rollen. Ben je op schoot? Hé? Dat is ook wel lekker, hè?
Heel goed, jongen. Oh, je gaat gewoon lekker zonnen. Ja? Gaan we nog opstaan? Ja, goed zo. En dan uiteraard ook als ze opstaan, dan kan je ze nog even lekker belonen. Heel goed van jou, jongen. Super goed gedaan. Daar ben ik weer. Ik heb net een show gehad en het ging echt super super goed. Ik ben echt helemaal sprakeloos. Het was echt heel veel publiek. De hele tribune zat vol. En Diablo die had echt zoveel zin in. Hij was ook helemaal aan het bokken, aan het gek aan het doen, rennen. En hij ging zelfs voor het eerst echt liggen. En Boots die deed het ook natuurlijk weer super goed. Dus ik ben echt super trots. En we hebben ook echt wel heel veel dingen in de stand verkocht. Dus ik ben blij. Dit is een hele goede eerste dag. En de stand bleef bijna hier achter, haak achter de coolbox. En de stand ligt er zo bij. Echt super leuk. Vind je het ook nog leuk? Vind je het ook nog leuk? Zeker. Ja? Ja. Meen je het? God, jongens. Wow, wat een geweldige eerste dag. Ja, we zijn nu trouwens even op de hotelkamer. We hebben best wel snel geswitcht. Ik weet ook niet precies wat het laatste beeld is wat jullie hebben gezien. Maar in ieder geval, de show die ging zo super goed. Ik had het jullie straks al een beetje verteld. Maar Diablo die had zoveel energie en hij ging. Het publiek was zo ontzettend leuk. Iedereen ging ook helemaal klappen als de ponies en de oefening goed deden. En Boets gaat altijd standaard hinniken. Dat is zo leuk. Dus ik wil bij deze meteen vragen: is er iemand die misschien foto's van mijn show heeft gemaakt of videobeelden? En zouden jullie dat dan alsjeblieft naar info@lavitana.com willen sturen? Want er was zoveel publiek. Ik ben nog steeds helemaal sprakeloos. En iedereen was zo leuk en enthousiast. En ja, helemaal geweldig. En ik heb ook echt superveel in de stand verkocht. Zelfs de modellen wat eigenlijk niet eens voor de verkoop was. Is bijna eigenlijk allemaal uitverkocht. Dus ik zit een klein beetje met een probleem dat de demo modellen van de epoxy sieraden bijna uitverkocht zijn. Dus ja, ik ben helemaal sprakeloos. Deze dag was zo geweldig. En oké, dit klinkt misschien echt heel zweverig, maar 's ochtends dan stel ik me altijd een beetje voor hoe de dag gaat verlopen. Dan hoop je gewoon een paar dingen van, nou ja, dat de mensen naar je show komen kijken, dat je leuk verkoopt. En het is gewoon allemaal geluk. Ik ben gewoon, de ponies deden zo super goed mee, het publiek was top. Ik mag weer heel veel sieraden gaan maken van jullie ponies en paarden en zelfs konijnen. En heel veel van jullie hebben ook de buideltasjes, de vrijheidsgestuurtasjes gekocht. Ik ben helemaal enthousiast. Ik zit nu trouwens op de hotelkamer. Wij gaan omkleden, want we gaan door naar het strand. Het schijnt dat het dichtstbijzijnde strand, tenminste Jesse zei dat Zandvoort was. Dus we gaan zo lekker doorrijden naar Zandvoort. Ik ga lekker de zee inzwemmen. De vlogcamera blijft thuis. Maar ik zal wel eventjes wat dingetjes voor jullie filmen met mijn iPhone. Ik doe deze voor de zekerheid even af. Kijk, mensen vragen altijd van, blijf je sieraden mooi? Nou, deze draag ik echt al jaren en ziet er nog steeds super mooi uit. Maar ik zeg altijd wel, het is hoe je er zelf mee omgaat. Dus hij kan gewoon nat worden, ik kan er ook gewoon mee douchen en zo. Maar met zeewater doe ik ze voor de zekerheid altijd even af. Dus, ik ben helemaal enthousiast. Nou, hoi allemaal. Ik had gezegd dat ik jullie nog eventjes mee zou nemen. Maar dat ik dat wel met mijn mobiel zou filmen. Dus vandaar, ik zit een beetje te kijken in de camera. Want hier zit mijn lens en bij mijn vlogcamera staat dat natuurlijk allemaal anders. Maar we zijn lekker in Zandvoort aan het strand. Helemaal lekker. We hebben net ook wel gezwommen. Dus ik ga eventjes lekker genieten. En dan zie ik jullie zo weer.
Wij zijn ondertussen weer teruggekomen van het strand en ik zie zo in het licht dat ik best wel bijgekleurd ben. En we hebben ook nog even lekker gezwommen, dus dat was echt heerlijk. Even lekker een frisse duik in de zee. En daarna hebben we ook nog wat lekker bitter garnituur aan het strand gegeten. Dus ik ga even lekker douchen en dan ga ik lekker het bed in. En dan gaan we op naar morgen, laatste dag Horsjevent. En uiteraard ga ik dat ook weer voor jullie filmen. Dus ik zeg, vergeet je niet te abonneren op La Vitana, want dan mis je geen één video. En ik zeg, tot de volgende video. Doei doei!